Ik zit hier met Thea Zwerink, sta ik hier op Huntelkunst. En achter jou zie je allemaal portretten van Dru-arbeiders. Hè? Hoe ben je er toe gekomen om dat te gaan schilderen? Zeg maar? Dat komt omdat ik begin vorig jaar had ik een tentoonstelling hier in Galerie bij de Boeken. En ik wil altijd, als ik een tentoonstelling heb, dat ik iets ga doen met de plek. En ik wil dat iets vaak tussen met mensen. Iedere plek heeft vaak wel een historie. En dit is dus omdat hier vroeger die arbeiders hadden gewerkt. En ik ben er altijd kunnen vrede in gaan van verschillende genderingen. En ik heb daar die oude foto's gevraagd van mensen die vroeger daar gewerkt hebben. En heb ik een mooie groepsfoto zelf weer gefotografeerd van ongeveer 1935. En er stonden alle mensen op van die gewerkt hebben in de stamperij, in de afdeling van En deze mensen heb ik er afgehaald en die heb ik dan stuk voor stuk geportretteerd. En die mensen zijn waarschijnlijk allemaal overleden omdat er 1935 is. En ik heb ze allemaal op mijn eigen manier gefotografeerd, of geschilderd. En die heb ik dus tijdens die tentoonstelling, een stuk of 10, 11, 12, ik weet niet eens precies meer, heb ik tentoongesteld. Ja. Dat is... En denk ik zal ze even in beeld nemen, de mensen. Heb jij een idee ook wie het zijn? Stonden daar namen bij? Nee, er stonden geen namen bij. Nee, en de mensen van de oudheidkundige vereniging is ook... ik heb gevraagd namen, maar ja, mij boeit eigenlijk zelf niet zo heel erg wie het zijn geweest. Het gaat mij meer om het geheel. Ja. En het zou natuurlijk heel mooi zijn dat iemand komt. Had ik eigenlijk ook gehoopt met de tentoonstelling. Dat er iemand zou komen, hé, hey, dat is mijn opa of... Maar niemand. Wel iemand die ik toevallig ook ken, zegt van ja, mijn vader heeft ook bij de Dru gewerkt. Ja. Een Spanjaard. Ja. En, maar ja, zijn vader was er niet bij. Nee, nee. En waarom heb je deze, want er was een groepsfoto, je hebt deze gezichten uitgekozen? Nou, ik kies natuurlijk wel de gezichten uit die het meest karakteristiek overkomen op zo'n foto. En verder naar achteren werden ze een beetje vaag, dus die kies je al niet zo goed. Nee. Dus praktisch oogpunt. Ja. En deze man is van regels een mooie. Ja, ja, daar trek je ogen gelijk naartoe. Ja. En was dat ook de originele kleur, dat rood? Nee, uiteraard niet. Nee, want het is zo mooi, want het is de SDOC voetbalclub kleuren van Ulft toevallig ook. Ja, dus ja, ik denk dat van... toevallig werden, dus, ja. Maar dat ben ik niet meer op de hoogte. Hoor. Nee, nee. Dat is toch wel komisch. Ja. En nee. Ik heb gewoon geprobeerd om, kijk, als je deze weg denkt... een stuk minder interessant. Ja, ja. En die medaille wil ik toch wel een belangrijke plaats geven. Ja. Het zou goed mijn opa kunnen zijn, maar het zal wel heel toevallig zijn, want die heeft hier ook in de stamperij gewerkt. Nou, oké. Okay. Ja, waarom ja. Zou die dat niet zijn? Ja, nee, maar ik heb ooit één foto is er maar van hem. En volgens ja, mij... Ja, kijk, ze zijn natuurlijk niet fotografisch weggegeven, hè. Dus, nee, nee. Ik gebruik de foto als een basis, als een inspiratie. En, ja. De mensen zijn... Wel komen daar vandaan, maar ja, misschien herken je ze gewoon niet. Nee, nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. En deze meneer, er zijn wat ouderen en ook wat kinderen bijna. Ja, ja. Dit is bijna een kind. Voor de fabriek kinderarbeiders. Ja, ja. Nou, dankjewel voor deze toelichting. Ja, graag gedaan. Ja.